Champion City. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de volgende adverteerders. Goedenavond en welkom bij Even Geen Politiek, een spiksplinternieuwe aflevering. En ik heb twee indrukwekkende volksmensen. Goedenavond, ik ben Rut Weidenbos. Ik ben vicevoorzitter van de Nationale Assemblée. Ik ben dus ook ondervoorzitter van de Nationale Partij Suriname. En wat zal ik nog verder van mezelf vertellen? Ik kom uit een gezin van 8, eigenlijk 9 broers en zussen. En mijn beide ouders, vader en moeder, die zijn al overleden. Mijn vader is 97 jaar oud geworden, dus een heel gezegende leeftijd. Dus we hebben nog heel lang van hem kunnen genieten, maar van mijn moeder niet. Zij was in de 50, 53, toen ze stierf. Dus dat was erg jong en dat was toch wel heel pijnlijk. Mijn naam is Iwan Wijngaarden, agrariër. Komt uit een gezin van 9. Voorzitter van de Federatie voor Afrikaanse Naman. En ik heb zelf een agrarisch consultantbureau als directeur-eigenaar. Hoe staat het met die Federatie voor Afrikaanse Naman? Hoe staat het daarmee? Hoe gaat het? We zijn driftig bezig om zaken die betrekking hebben met de doelgroep aan te pakken. Dan denk ik aan historische, we denken aan het stukje reparation, waar er veel over gepraat wordt. Ja. We denken echt aan self-reparation. We proberen programma's en onze helden die we hebben. Precies, heel belangrijk. Te ondersteunen dat we bijzonder zijn als mensen van African roots. Mevrouw Weidenbos, u bent een bekende Surinamer. Maar wat weten wij niet van u? Oké, dan moet ik... Ik ontvang heel vaak jongeren in het parlement. En ik vertel ze dan over het algemeen over mijn jeugd. Dat ik een heel prettige jeugd gehad heb. In mijn gezin hadden we vader, moeder en een tante die daar ook... Want we zijn op Zanderij opgegroeid. Hè? Een tante die leerkracht was op Zanderij. Dus zij was er ook om op ons te letten. We hadden in de vakantie... hadden we dus de padvinders op Zanderij en daar hadden we kampvuur. Dus eigenlijk heb ik volgens mij een van de beste jeugdjaren. Ja. Dat was gewoon fantastisch. Cola Creek had je heel dichtbij. We gingen zwemmen, soms zonder dat mijn ouders dat wisten. Als kind ken je geen gevaar, toch? Ja, dus een bad pakken, in het bos ophangen, te drogen. S'morgens vroeg 5 uur opstaan met de trein in het begin naar de stad. Met de trein naar de stad, later de resine, later de bus. Maar met de trein 6 uur 's middags weer thuis. Lessen leren in de trein. Als je thuis komt, baden, eten, slapen voor de volgende dag. Maar als kind, ja... Ik kan me nu niet voorstellen als ik het niet zou moeten doen. Ja. Voor brood kopen moesten we lopen naar Zanderij 1 om brood te kopen. En het was gewoon gezellig langs de baan lopen om brood te kopen. Naar de luchthaven gaan, Zanderij, gingen we niet via de weg, maar liepen we door het bos langs die lampen. Je weet, als je dus landt op Zanderij, waar echt een spannend moment is, het moet goed gaan, het landen. Nou, dat was de weg waar wij dus liepen. Om naar de luchthaven te gaan. Mijn vader was luchthavenmeester daar. Dus een fantastische jeugd. En ik denk dat... dat vertel ik aan de jongeren. Van, geniet van je jeugd. Je hebt het één keer. Het is snel voorbij. Je hebt het één keer. En doe verder je best op school. Ja, weet je. Meneer Wijngaarden, wat weten we niet over u? Niet zo'n mooie jeugd. Nou, die heb je ook. Ben ik er veel geleerd. En omdat het niet zo geweldig was, heb ik veel kunnen leren. Kon het slechte en het goede kon ik goed onderscheiden. En het heeft me goed gedaan. Ik zou geen andere willen hebben. Oké. Het heeft u gemaakt tot de man die u nu bent, toch? Ja. Wat weet u over mevrouw Weidenbos? Nou, wat weet u over elkaar? Ik weet dat ze heel lang in de publiciteit is en dat ze...
een zeg maar geen nare verleden. Ik ken hem van de bank. Oh, van de bank. De bank en, in het parlement heb je nooit iets naars gehoord. Ze nee. is echt bezig ja. met de samenleving. Ja, ja. En verandering brengen. En ook vechten tegen het neergaande moraal in het land. Ja, ja, precies. Mevrouw Weidenbos, wat weet u over meneer Wijngaarden? Oh, heel veel. Ik weet dat hij vele, vele jaren geleden ergens buiten de stad woonde. Ik heb toen ook met zijn voormalige vrouw gezeten, gewerkt op een haakrindbank. En we gingen gezellig thuis bij hem. Het was een geweldige tuin wat hij daar had. En je zag echt dat hij een man is van landbouw. Maar eigenlijk is het landbouw alleen, het is ook bloemen en is het contact met moeder aarde. Dat is wat ik bij meneer Wijngaarden gevoeld heb. Dat van Blakama Culture is voor mij later erbij gekomen dat ik hem teruggezien heb als een beetje ready bang, zeg maar toch. In echte naamcultuur, maar je ziet dat zat ook in hem. Maar ik denk dat het, zoals ik hem heb leren kennen, ook met Prakwaki. Ja, dus ik ken hem echt, echt heel lang. Maar dan, als ik aan hem denk ik verbonden met moeder aarde, verbonden met planten, verbonden met wat God ons geeft op deze aarde. En promoten en volgen van de Blakaman cultuur. Ja, mooi hè? Ja. Ik wist niet dat ik hem zo had. Maar ik ken hem. Ja, heel erg leuk om te horen. Wat mist u van vroeger en wat mag terug? Ik mis van vroeger, laat me zeggen, vroeger, mijn ouders, mijn vader werkte. Ja. Mijn moeder werkte niet. Hoewel ze apothekerassistent was en veel later toch even was gaan werken. Ja. Maar wat ik een beetje mis, zijn sterke gezinnen. Sterke gezinnen. En dat komt door de druk van de maatschappij. Hoor. Het is geen verwijt naar vader nee. of een verwijt naar moeder. Maar de druk van de maatschappij maakt dat je twee jobs hebt. Man, vrouw, dat kinderen vaker alleen zijn en niet gestuurd worden. Waardoor de maatschappij langzaam maar zeker vervalt. Hoe zouden we dat moeten? Sociale controle moet terugkomen. Terug. En sociale controle in de buurten, in de wijken. Het was zo dat waar ik opgegroeid ben, op Zanderij, was iedereen oom en tante. Iedereen lette op elkaar, op de kinderen. Op een bepaald moment zoekt mijn moeder naar me. En waar is Ruth? Ze zit op straf bij tante Daisy. Oh, maar yes. tegenwoordig kan je dat niet proberen. Ze moeten durven, want wat gebeurt er? De ouders worden dan ook agressief. Ja. Weet je, als je zou zeggen van een pas op je kind of is hij je contaimi. Dus, want je hoort het vaak op school dat ouders zelf naar school gaan. Gaan en de leerkrachten. Ja. Hoewel ik ook moet zeggen dat de leerkrachten die ik gekend heb, ja. zowel op de lagere school, later de verwijnschool, waren ook als het ware je ouders. De begeleiding was er op school, er was ontzettend veel liefde. Maar nu door de druk van de maatschappij zijn de leerkrachten ook met andere dingen bezig. Dus ik denk dat we in Suriname gewoon terug moeten gaan. Back to basic. Ja. En dat zijn het belangrijkste wat je kan hebben. Dat zijn je kinderen. Toch? Ja. Teruggaan en algemeen de zorg op ons nemen. Ja. Voor onze kinderen. Ja. Ook de staat. Zorg voor de kinderen is het meest belangrijke wat er kan zijn. Meneer Wijngaarden, wat mag van u terug en wat mist u van vroeger? Dat is, Ruud zegt het, ja, eigenlijk, sociale controle ja, ja. Is er niet meer. Maar respect is er ook niet, hè? Anders, ja. Ja. Anders, ja. Ja. En ik denk dat ouders meer moeten gaan beseffen dat ze ouders zijn. En dat mis ik. Ouders geven vaak geen goed voorbeeld. Nee. Niet als vroeger. Dan keek je op tegen de oma en ja, de tante. Klopt. Ja. Maar vandaag aan de dag niet meer. Dat is heel jammer. Ja. Maar de omstandigheden zijn anders. Ja. Vroeger was het echt inderdaad een tante en een oom. Je moet durven een klacht te brengen bij je moeder. Ja. Ja. Maar nu is het echt niet meer. Nee. De grote ouders nu moeten inderdaad op
opgevoed worden. Ik weet niet hoe. Welke eigenschappen moet iemand hebben om wellicht goede vrienden met u te kunnen worden? Eerlijk en oprecht zijn. En wat ik doe, ik geef iedereen een kans. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik vrij gesloten ben. Ja. Toch? Dus je moet bij mij is het mijn surrounding, is mijn familie. Mijn directe familie. Ja. En er zijn daar dus nog enkele hele, hele goede vrienden bij. Maar ik probeer iedereen een eerlijke kans te geven. En ik luister niet naar babbeltjes en naar praatjes. En ik probeer me er ook niet aan te storen. Daarom zeg ik vaker ook op Facebook van, doe geen moeite om negatief te praten over mij. Ja. Want het raakt me niet, want anders was ik al lang dood neergevallen. Ja. Maar ik geef iedereen echt een eerlijke kans. Omdat je soms, ik merk het ook naar mij toe, dat er mensen soms zeggen van, ik denk dat ik niet met haar wil praten. Of zeg ook vaak dat ik hoogmoedig ben hoor. Ja. Zeg, ze is uit de hoogte en zo. En wanneer de mensen dan iemand met me praten of iemand komt naar me toe en zegt, weet u, we moesten een babbeltje met u maken. Maar we waren zo bang, dan denk ik. We zijn zo snel met vooroordelen. Ja, hè, waarom eigenlijk? En dan zie je ze opgelucht. Oh, het was toch een heel leuk gesprek. Precies. Weet je, dus ik ben heel open. En kan je toch voorstellen en toch ook heel gesloten. Gesloten. We praten niet over politiek. Nee. Laat me zeggen dat ik geleerd heb door de politiek om meer opener te stellen naar mensen. Iemand zou zeggen tegen me, als je op het erf komt, loop niet bababab, gaan op je plaats, maar zit te praten. Ik heb me ingesteld om open te zijn naar de mensen, te zorgen dat de mensen met je praten, dat ze hun problemen aan je voorleggen. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik me het lekkerst en het prettigst voel in het contact met de grassroots, met kinderen, senior burgers. Ja. Ja, want u bent heel veel dat bezig is mee. Met de jeugd, dat merk ik ja, ook. Ja. Ja. Meneer Wijngaarde, heeft u daar nog iets over te zeggen? Over welke eigenschappen moet iemand hebben om een mattie te worden van u? We zijn FG matties, ik heb heel veel mannen in Suriname. Zelfs uit jaren zie ik mensen, ik weet niet hoe ze heten zijn, maar contact is leuk. Ja. En nee, ik heb weinig, ik heb geen vrienden gehad, mijn leven staat klaar voor iedereen. Ja. Dat is belangrijk. Op het moment dat ik me ga vastkrampen bij ergens, een groep, dan heb ik mezelf ingesloten. Ja, oké, okay. Dat wilt u niet, nee. Vrij zijn voor iedereen die het nodig heeft, kan aankloppen. En wat ik geleerd heb, vooral binnen de organisatie, dat je gaat letten op wat mensen goed kunnen. Oké. Okay. Ja, niet kijken wat ze niet wat kunnen. Wat kunnen, precies. Maar even kijken wat kunnen ze. Ja, en dat. Bruikbare, pakken en daar aan de slag. Ja. En aan de slag gaan. Oké. Okay. Wat is uw grootste blunder alle tijden? Wauw. Moet ik toch even over nadenken wat mijn grootste blunder is. Ja, ik weet het niet. Laat me zeggen dat ik een zoveelste zintuig heb. Dat ik meestal niet ben op plaatsen waar de djugu-djugu is. Of waar ik niet behoor te zijn. Ja. Als ik ook ergens liever niet wil gaan en denk van ik ga afzeggen, word ik gebeld dat het niet doorgaat. Zo. Dus ik heb een soort. Maar ik moet een verschrikkelijke blunder geslagen hebben. Ik moet erover. Laat me even over nadenken. Wij gaan, u ondertussen. Ik ben iemand die nadenkt. Voordat u handelt. Heel voorzichtig. Ik let heel erg goed op in het leven voordat ik stappen onderneem. Dus waardoor je in feite. Weinig blunders maken. Wat weten we eigenlijk van het Joodse leven in Suriname? Weet u daar wat van? Of heel ver, niet zo veel, hè? Niet zo veel. In mijn carrière ben ik wel mensen met een Joods geloof tegengekomen. Maar dus echt veel. En soms als je het leest, lees je ook van waar komt ja, precies. De gerechten, ja. Dat het Joodse zijn. Ja. Het is wel een heel interessante cultuur. Ja, ja, en ja. Ja. Dan ziet hoe eigenlijk met de slaven, hoe het eigenlijk komt dat we die namen allemaal hebben. Hier hebben, hoe die link geweest is en hoe ze apart worden. Nou, het is wel een heel interessant en laat me zeggen, deel van onze Surinaamse gemeenschap en cultuur. Klopt, want het Joods Historisch Museum in Amsterdam neemt de mensen mee naar het Joodse leven in de tropen. Dus heel interessant. Het verhaal begint 400 jaar geleden. In de tentoonstelling beschrijven Nederlanders van Surinaamse afkomst hoe de Joodse cultuur hun identiteit van vandaag de dag heeft veranderd. We gaan even kijken.
Wat we willen laten zien, dat is de geschiedenis van de Joodse gemeenschappen in de voormalige Nederlandse kolonie in de West. Nou, dat zijn er vier. Het is begonnen allemaal in het Nederlands Brazilië, het noordoostelijk gedeelte van Brazilië. Van daaruit zijn een aantal Joden zijn naar New York gegaan, Nieuw Amsterdam heette dat toen nog. Daar zijn ze kort gebleven, daar was het niet erg, ging niet erg goed met ze, zal ik maar zeggen. En toen zijn ze, uiteindelijk zijn ze naar Curaçao en naar Suriname gegaan. In Suriname en Curaçao zijn ze 400 jaar tot de dag van vandaag gebleven. Dan hebben ze Joodse gemeenschappen opgericht. En het gaat dus in principe over de geschiedenis van de Joodse gemeenschappen daar. Het laat zien de opkomst van die gemeente en de neergang van die gemeente. Daarnaast hebben we te maken met twee gebieden, Suriname en Curaçao. Die gebieden waren weliswaar allebei Nederlands, maar toch heel verschillend. Curaçao was een eiland wat vooral hele goede economie gekregen heeft, wat echt gebloeid heeft dankzij de handel. En de Joden waren daar een belangrijke factor in. Ongeveer een derde tot een half van de blanke bevolking daar, dat waren Portugese Joden. Dus voor Curaçao geldt dat het een handelseconomie was. Ja. Als je naar Suriname kijkt, dan was het heel anders. Er was ook wel handel, maar dat was vooral een plantage-economie. Op die plantages leefden zij met slaven. Dus we gingen daar dagelijks mee om. En die contacten staan aan de basis in feite van een vermenging die later in Paramaribo versterkt is tussen de Joodse bevolking en de Creoolse bevolking. Waardoor je tegenwoordig, als je naar Suriname kijkt, eigenlijk iedere Creool heeft wel Joods bloed. En als je weer teruggaat naar Curaçao, dan zie je daar, er waren weliswaar plantages, maar die waren heel klein. En daar heeft die vermenging ook wel plaatsgevonden, maar in veel mindere mate. Daar is de Sefardische, dus de Portugese Joden die daar naartoe zijn gegaan, die zijn nog steeds een witte elite, zou je kunnen zeggen. En in Suriname, ja, zoals ik al zei, zijn bijna geen 100% Joden meer. Die zijn er wel, maar heel weinig. En heel veel mensen hebben Joods bloed, maar zijn niet Joods meer. Nou, wij zijn ons natuurlijk vanaf het begin van deze tentoonstelling heel erg van bewust dat het thema slavernij een heel gevoelig onderwerp is. Wat wij ermee doen is, het is geen slavernijtentoonstelling. Onze tentoonstelling behandelt slavernij, maar het is geen slavernijtentoonstelling. En ik vond het eigenlijk al meteen heel erg belangrijk dat het onderdeel slavernij, de geschiedenis van de slavernij en dan met name in de relatie tot de Joodse gemeenschap, want daar hebben we het hier natuurlijk over, dat die geïntegreerd werd, dus deel ging uitmaken van het hele verhaal. Waarom? Omdat het ook onderdeel was van dat hele verhaal. Je kunt dat verhaal van die Joodse gemeenschappen in die gebieden kun je niet loszien van die slavernij. Die slaven waren natuurlijk essentieel op die plantages. Dus Joden hebben daar net zo aan meegedaan als niet-Joodse plantage-eigenaren. En dat moet verteld worden, dat verhaal. Want als je dat niet doet, dan laat je maar een stukje zien en dan krijg je nooit het beeld wat je wil vertellen. En ik zou heel erg hopen dat Curaçaonaren, dus Antillianen en Surinamers, ook naar deze tentoonstelling komen. Omdat het ze aanspreekt, omdat ze zich daar zelf in zullen herkennen. Dus door naar deze tentoonstelling te komen, kunnen ze zien in hoeverre hun eigen identiteit ook gevormd is door de Joodse identiteit. Wat is Joods? Vind ik een moeilijk begrip. Ik denk dat hier mijn voorouders hebben gelopen. Dat die hier vanuit Spanje, dat ze hier hun plek hebben gevonden. Waar ik beïnvloed ben, die cultuur, die draag ik het meest met me mee. Ik ben Joods, omdat ik mij één voel met wat ik lees in de Torah. Hoe Hollands ik misschien overkom bij echte Surinaamse mensen. Meisje, ik ben een Surinama en dat zal ik altijd blijven. Vier eeuwen geschiedenis in Suriname en Curaçao tot en met 14 juni van dit jaar in het Joods Historisch Museum te Amsterdam.
We gaan beginnen met 100% Su. U ziet die siksikkies. Als u het antwoord weet, mag u schudden en dan mag u het antwoord geven. Hij is geboren 29 maart 1935. Hij was dichter, schrijver en voordrachtskunstenaar. En hij zat in de culturele vereniging Wiegi Sani. Over wie heb ik het? Is het Bruma? Nee. Ik geef nog een... Ja, dat was het. En zijn... Ja, we hebben het over Dobro. En kent u het gedicht Wang uit het hoofd toevallig? Wangbong? Ja. Nee, Wangbong Somini Wibiri. En dat is wat u weet? Dat is wat ik weet. Meneer Wijngaarden, meneer Wijngaarden, weet u het toevallig? Nee, toevallig weet ik het niet. Mensen op straat weten het wel. Oh. Wangbong Somini Wibiri. Wanliba Somini Kriki. Ala egona wansi. Wang wa ede so many prakseri pe wang bung be kande. Wang gado so many ambegi. Wang mama. Wang sranang. So many wiwiri, so many skin, so many tongo, one people. Ja, one bone, so many wiwiri, ik daar zo'n pamaragboom, ja. Oké, vraag 2. Hoe heet de vrouw van Anansi? Maakuba. Helemaal goed. Vraag 3. Waar komen de oorspronkelijke Anansi verhalen vandaan? Afrika? Ja, helemaal goed. Meneer Wijngaarden, dat wist u niet. Ladies first, ja. Oké, volgende vraag. Kunt u het versje afmaken? Awara staan achter ons huis bij elkaar. Is van heel lang geleden. Het zegt u niks. Awara's staan achter ons huis bij elkaar. In trossen van vruchten. Zij rijpen steeds daar. Hoog in de zonneschijn. Iedereen denkt dat ze rijp en zoet en smakelijk zijn. Welke versjes moest u vroeger uit het hoofd kennen? Dat waren meer Nederlandse versjes. Ik moet echt even heel goed nadenken welke versjes dat waren. Meneer Wijngaarden, durf ik bijna eigenlijk niet te vragen of hij versjes... Nee. Alle vormen van opleiding. Moet dat. Maar toch, op school moest u toch wel? Ja, maar toch had ik altijd een probleem. Ik wil nadenken. Geen politiek. U gaat orders horen. De orders komen dit keer van Irene Roos. U hoort de orders. En dan wil ik van u graag de vertaling horen en de betekenis van de order. Order nummer 1. Mi sorry, u een boemfessie, maar u kibri na takruwana baka. Mi sorry, u een boemfessie. Maar het komt van iets wat je van je hebt me bedrogen. Zoiets, ja. Ik ben niet wie je zegt dat je... De mens is soms heel erg onbetrouwbaar. Dat was hem. Order nummer 2. Arwaka taki akkaba. Kribisi taki adete. Genoeg is genoeg. Wat voor de een gedaan is, speelt nog voor de ander. Order nummer 3. Bana ben groen before den granny. Wat betekent dat? Dat is iets als van bana ben groen. Er is veel meer geweest voor jou of voor anderen. Het is iets in de zin van bana ben groen. Laten we het antwoord horen. Met andere woorden, alles op zijn tijd. Ja. Ja, laatste odo. Angri e broko futu man trefu. Honger maakt rauwe bonen zoet. Nood breekt wet. We gaan nu even naar de reclame en we zijn straks weer terug. Thank you.
politiek. Voor al jullie feesten, weten jullie waar jullie moeten zijn? Laurensport in Rente. We hebben tafels, stoelen, tenten, warmhoutbakjes, noem maar op. Voor alles dat je wil. Laurensport in Rente, dat is de. Bar Dancing Satchmo is de meest trendy en populairste uitgaansgelegenheid in Paramaribo. Genieten op swing, R&B, ballads, Latin, souk, reggae en soul. Ook voor exclusieve feesten en bruiloften in en buiten onze terras. Voor music and much more, get it in Club Satchmo. Meneer Wijngaard, ik verwacht wat meer activiteit. Hoeveel tanden heeft een volwassen mens? 34, 30, 28, 32 of 36? Hoeveel tanden heeft u, meneer Wijngaard? Ik kan het niet zien. Dat zal ik wel zien. Ik weet het niet. 34, maar ik weet het niet. 32. Volgende vraag. Van welke godsdienst is de Koran het heilig boek? Koran is, ja, islam? Helemaal goed. Helemaal goed. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Wat bedoelen we daarmee? Ja. Ik schuil de hoofd, je hoeft geen leugen te verzinnen. Toch wordt het achterhaald. Precies, precies. Ja, ja. Oh, dat is een leuke auto, die moet ik onthouden voor de volgende keer. Dit is een doordenkertje. Noem een appel die je beter niet kunt eten. Noem een appel die je beter niet kunt eten. Stilte. Dus ik denk direct aan Adam en Eva en de verboden appel, die mochten ze niet eten in de tuin. Nee, die ging net te ver. Net te ver. Meneer Wijngaarde zou het moeten, want die heeft het. Ja, u heeft het. Appel? Nee. Ja, welke appel? Dus de naam is met appel. Appel. Als ik het zeg, gaat u zeggen ja, dat is het. Adams appel. Oh. Oké. Okay. Nee, dan direct was een tuin. Ja. Gaat hebben over een podium. Want daarop staan wij elke dag, hè. We hebben soms niet door dat ons leven eigenlijk een uitgeschreven spel is. Het staat allemaal in ons boek, door de grote man daarboven die ons gecreëerd heeft. Zo vaak genoeg zijn we aan het argumenteren hoe onze dag gaat, hoe onze planning is. Je weet wel over dit, hè? Wil je God laten lachen? Vertel hem je plan voor de dag. Oké, zo, hier zijn wij. Schreef een toneelstuk. Iedereen heeft zijn rol. Maar als ondankbare mensen vaak genoeg zijn wij niet tevreden met onze rol. Ja, we gunnen die niet een hoofdrol. We gunnen die niet een bijrol. We gunnen niemand een rol. Wij willen de hoofdrolspelers altijd zijn. En dan toch als we het krijgen, is het ook weer niet goed genoeg. We vinden altijd wat om over te klagen. Ja, we willen soms de divas uithangen. Ja, en dan heb je de mannen die altijd gezien worden. Maar dan heb je dan ook de anderen die erbij staan en niet eens raad mee weten met een kleine rol of een grote rol dat hun gegeven wordt. Ja, we geven onszelf vaak op om een andere rol te spelen in het leven. Ja, oh, ik wil bij dit klikje bij horen. Zo, ik ga even die rol uithangen. Ja, tot we eindelijk op ons plekje worden gezet. Meestal door iemand die precies weet wat onze rol in het leven moet zijn. En als we goed luisteren en aandacht besteden aan de instructies die ons gegeven worden, het leven is echt niet zo hard. Wij maken het moeilijk. So that's het leven.
Je hoeft niet altijd te wachten op klopje op de schouder of ja, good job. You should know. Jij weet. Jij moet weten wat jouw rol is in het leven. Als moeder, als vader, als zuster, als tante, als kind, als nichtneef, je noemt het maar op. Als een collega. Ja? En alle gangen van ons leven waar we lopen, komen we iets of iemand tegen die ons niet happy zal maken in wie we zijn. Maar weet altijd wie je bent. Weet wat je rol is. In jouw eigen leven mag jij je hoofdrol hebben. In andermans leven, take your seat. Relax. Be who you need to be in their life. Wees niet afgunstig. Wees dankbaar dat je een rol op deze aarde hebt om te spelen. En wanneer jouw tijd af is en je hebt je best gedaan, buig. En ga van het podium. Because your time is up. Van mij gaat naar de jouwe met liefde. Van Giovanna. Tot gauw en blijf gezegend. Geen politiek. Mevrouw Weidenbos, bedankt dat u gast hebt willen zijn in mijn programma. Wilt u iets aan de kijkers vertellen nog? Een groeten? Ja, ik wil de kijkers allemaal groeten. Ik vond het een heel leuk, luchtig programma. Even geen politiek. En ik dacht, joh, juist nu is het even geen politiek als je afhaakt in de politiek. Maar het was heel prettig, ook met meneer Wijngaarden. En ook dank aan de mannen achter de camera. Ik zie dat u alleen maar mannen heeft achter de camera. Ja. Dus een, nee, dat is van mij. Wat mogen we nog meer verwachten in de toekomst van u? In elk geval een lange vakantie, omdat ik elke keer terug moet komen van reizen, van zaken. Dus gewoon lekker vakantie houden, de fractie ondersteunen, misschien op de universiteit doorgaan met scriptie beoordelen. En ik zeg aan de journalisten, hou er rekening mee. Ik ben geïnteresseerd in de journalistiek. Ja. Heb ik meegenomen van mijn broer Robert, die overleden is. Dus misschien sta ik de volgende keer daar en u hier. Oh, geweldig. Dat zou ik superleuk vinden. Helemaal leuk. Meneer Wijngaarden, wat kunnen we van u verwachten in de toekomst? In de toekomst? Ik ben heel driftig bezig in het kader van de resolutie van de Verenigde Naties. 10 jaar voor de groep van African Come Off. Ja. Zowel in Afrika als in diaspora. Ja. Daar gaan we alles voor inzetten. Oké. Okay. En daar gaan we nog wel van horen in de media, neem ik aan. Ja, aan vrouwen die zelfreparation en proberen alles te doen. Want het is niet zo leuk dat er speciale aandacht voor besteed wordt. Ja. Enerzijds, anderzijds. Maar aan de andere zijde, ja, precies. Is een beetje. Dat je kan gaan werken aan de regering gevraagd worden om aandacht voor de groep. En daar gaan we flink gebruik maken. Precies. Oké. Okay. Ik wens u kijkers een hele fijne avond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. I'm